Hey, hallo en welkom bij deze video op het internet. Uh, ik ben Tom van Gamersnet.nl en vandaag gaan jij en ik samen de vraag beantwoorden... Wat is Prey? Uh, ik heb al een tijdje geen Wat is meer gemaakt, maar ik kon jullie dit niet onthouden... aangezien ja, ik heb uh, afgelopen vrijdag maar liefst, uh, twee uur lang die game mogen spelen... en ik heb praktisch de volledige twee uur aan uh, gameplaybeelden ook mee mogen nemen. Gewoon 1080p, 60 frames per seconde, super relaxed. Dus ik dacht... Waarom gaan we daar niet even wat een stukje overheen lullen over wat Pre nou precies is? Dat gebeurt natuurlijk naast al het feit dat we al een geschreven preview hebben en een video preview die ik samen met Peter heb opgenomen. Ik dacht dit komt er gewoon als even een extra toefje bovenop. Maar goed, wat is Pre dan precies? Uh, Pre is een titel die nog niet uit is. Uh, deze staat te verschijnen op uh, 5 mei 2017. Uh, wordt gemaakt door Arcane Studios en dat is al meteen interessant want Arcane Studios kun je kennen van Dishonored. En dat terwijl Prey voorheen door Human Head Studios werd gemaakt. Prey 1, het originele Prey, verscheen al in 2006. En vervolgens zou er een vervolg komen. Maar het viel een beetje stil. Anno 2011, 2012. Dus die game was definitief uiteindelijk gecanceld. Maar op afgelopen E3 kwam Bethesda in één keer. Ja, met verraste gewoon vriend en vijand. Door in één keer toch Prey terug te brengen. En dan een soort van. Ja, ik denk niet dat je het een reboot kan noemen, maar eerder gewoon een soort van renovatie van de franchise. Arkane zit er nu op. Het hele space cowboy shooter idee is een beetje uh, komen te vervallen. En Arkane maakt er nu een soort van... Ja, ze noemen het zelf een actie-adventure-sci-fi-thriller. Dus... Ja, het is een beetje een genre aan zich, maar het is niet helemaal een horrorspel. Het is niet helemaal een shooter. Het is niet helemaal een soort van Dishonored in space. Het zweeft er allemaal een beetje net tussenin. Hallo Morgan. It's time we spoke. My code name is January. You're not dreaming. What happened yesterday was real. If you want to know what's going on, first you need to get out of your apartment building. You're not safe. Op afgelopen Gamescom heb ik de game ook al mogen uh, zien... ...en toen was een beetje mijn bottom line van de preview die ik daarvan deed was... ...dit is Bioshock in Space. Uh, ik heb een aantal journalisten gehoord die het Dishonored in Space noemen... ...maar ik vind de gelijkenissen met Bioshock, het allereerste Bioshock, uncanny gewoon. Het is, het, het is letterlijk, stel je Bioshock voor in Space en je hebt praktisch pre. En dat wil niet zeggen dat het onorigineel is of per definitie slecht... ...dat is juist fantastisch, want... Pre-pakt precies dat gevoel wat de eerste je kon geven. Dat je, uh, je. Je komt terecht in een plek die je niet begrijpt. Dus je moet maar uitgaan van een stem die jou zegt: van, doe dit, doe dat. Dat je zoiets hebt van oké, okay, daar gaan we dan maar voor. Er is definitief iets mis op de plek waar je bent en je bent een underdog. Maar als je de krachten van je tegenstander kan gebruiken en als je jezelf een beetje een eigen speelstijl aanleert, kun je alsnog overleven als die underdog. Bioshock deed dat en Prey heeft ook heel erg dat gevoel. No In Bioshock gingen we natuurlijk naar het uh, ja, onderzeese Rapture. En in Prey belanden we uiteindelijk op Talos One. En Talos One is een ruimteschip, out in space. Uh, dit is in een ander universum of een andere werkelijkheid, een andere tijdlijn zou je kunnen zeggen dan die van ons. Maar goed, de mensheid heeft enorme space stations en daar gaan natuurlijk weer experimenten uh, gebeuren. En die experimenten gaan natuurlijk fout, zoals elke sci-fi-titel ooit betaamt. In het geval van Prey uh, wordt Talos One overrompeld door... Mimics heten ze en Phantoms. En dat zijn een soort van paranormale schimmen, zou je bijna kunnen zeggen. Uh, die kunnen veranderen in objecten. Die je de stuip op het lijf jagen. Er is iets mis. En jij moet je definitief verdedigen tegen deze wezens. Uh, in het deel wat ik nu heb gespeeld is het vooral een beetje ze van je afschieten. Vooral de Mimics en de Phantoms. Maar gameplaybeelden en trailers hebben ook al bewezen dat uiteindelijk. Mm, ja, ze zouden wat meer een menselijke vorm aan kunnen nemen. Uiteindelijk wordt het gevaar groter. En natuurlijk kun je uiteindelijk ook de krachten die de mimics en de phantoms hebben. ja, in je eigen skill tree opnemen. En dus ook deze alien abilities zelf gebruiken tegen hun. En in die zin kun je meteen naast de Bioshock feel weer een beetje de Dishonored feel erbij pakken. Want Dishonored draaide natuurlijk ook altijd om het. Combineren van je wapens, je abilities, je krachten en daar een soort van enorme combos aan elkaar rijgen. En dat gaat uiteindelijk ook gebeuren met Prey. Je hebt al een boel wapens. Je, uh, Morgan zelf, het hoofdpersoon Morgan, heeft al een aantal abilities van zichzelf. Maar daarbovenop kunnen dan dus ook nog verschillende alien abilities komen. Dit is overigens nog niet helemaal duidelijk, maar dit is wel wat ik ongeveer op Gamescom mee heb gekregen: is dat naarmate jij meer van die alien abilities op je legt. Komen er ook meer en grotere alien weerstanden tegen jou? Dus dat is een beetje een soort van trippy aspect. Waarbij er een soort van repercussies zijn als je te veel sterke krachten op jezelf zet. Maar ik weet niet precies hoe dat uit gaat pakken. Maar het lijkt wel een beetje een tie-in met het verhaal te worden. Dat bijvoorbeeld uiteindelijk de mimics in je hoofd zitten. Of dat je uh, dat het allemaal één lijpe psychose is. Of dat je misschien denkt te ontsnappen uit een experiment, maar uiteindelijk nog steeds in dat experiment zit. Ik, 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 geen spoiler alert. Dit zijn gewoon pure. ...ja, geruchten en een beetje hinges waar ik nu op hang. Dus ik weet niet of dat daadwerkelijk is hoe het verhaal gaat. Uh, het is alleen wat ik vermoed, omdat, ja, je hebt natuurlijk Bioshock in je achterhoofd... ...en verschillende andere sci-fi-thrillers, dus... ...ja, je krijgt al heel snel een beetje een soort van mysterieus gevoel hierbij. Maar oké, okay, je bent dus Morgan Yu, man of vrouw overigens. Het is ook leuk dat je daartussen kan kiezen, dat je kan zeggen... ...ik ben een mannelijke Morgan of ik ben een vrouwelijke Morgan. Die mogelijkheid is er, uh, heeft niet heel veel invloed op het verhaal, maar toch leuk... Uh, Morgan zit dus op Tales 1. En wat je daar precies gaat doen is nog een beetje onduidelijk. Maar wat er allemaal mogelijk is, is wel al iets concreter inmiddels. Uh, zo kun je natuurlijk bijvoorbeeld van je afschieten. Je hebt die abilities, je hebt die skill trees. Je hebt allerlei dingen om te ontdekken. Er zijn wat collectibles. Maar uh, wat meteen ook weer in het oog springt, is crafting: crafting is een ding. Uh, door verschillende ja, troepen en prularia te verzamelen, kun je die uiteindelijk in een soort van enorme super high-tech prullenbak mieteren. Daar komen volgens materialen uit. En met die materialen kun je vervolgens natuurlijk weer uh, nieuwe wapens, nieuwe ammo craften. Uh, of eventueel wapens ook upgraden. Dus in dat opzicht heeft Prey wel meteen een beetje die. Uh, ja, het is misschien een beetje een cliché geworden. maar ja, crafting zit erin, het upgraden zit erin. en dat komt ook weer mooi samen in die skill tree, uh, in die abilities. Uh, de, de game is letterlijk wel in dat opzicht heel erg als Dishonored. Waarbij ze je heel erg veel tools geven en zeggen: ga zelf maar kijken hoe jij alle obstakels in de wereld tekeer gaat. Hoe je, er, hoe je er tegen wil werken. Dus ja, het is mogelijk om te zeggen van nou, ik wil gewoon all out een, een badass, zelf een soort alien worden met heel veel krachten, maar het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat je zegt van nou, ik ga me meer focussen op de stealth of ik ga me juist meer focussen op lijpe wapens. Uh, dat is allemaal mogelijk en dat is dus precies, ja, een beetje net in het verlengde van Dishonored, maar ook Bioshock dat je dus je eigen speelstijl moet creëren. Een ander aspect waarin Prey een beetje lijkt op Bioshock is bijvoorbeeld ook de omgeving van Talos One. Uh, niet alleen hebben ze allebei de omgeving een beetje een soort van Art Deco-vibe, maar komt het er ook nog eens een keer op neer dat je een soort van... Safe haven hebt waar je af en toe naar terug kan keren. Uh, mind you, het is niet altijd safe. Er kunnen altijd mimics en phantoms kunnen opnieuw spawnen en opnieuw je de stuip op het lijf jagen. Maar er is wel een soort van vaste plek waar je toe terug kan keren om verschillende dingen te upgraden, dat craften toe te passen en meer van dat soort dingen. Maar ja, je kunt het hier ook al zien op de gameplaybeelden. Die Art Deco stijl lijkt echt uncanny veel te verwijzen naar Bioshock. Um, ik weet niet of ik misschien die link er iets te hard op leg, maar ik had al een, een half jaar geleden het gevoel dat dit Bioshock in Space gaat worden. En nu ik het twee uur lang heb gespeeld, heb ik gewoon het idee dat het Bioshock in Space is. Dus ik weet niet of, of, of ik nou Arcane en Bethesda heel erg beledig. Maar ik heb een heel erg een Bioshock in Space gevoel hierbij. En uh, ik, ik, dat, is, dat is niks negatiefs. I love it. Dit is juist precies waar we misschien wel weer een keer aan toe zijn. En om even ook terug te komen op die Bioshock-vergelijking. Um, de, de plasmids had je natuurlijk in Bioshock. Die naalden die je in je arm zet met speciale krachten. Prey heeft neuromods. En dat zijn een soort van naalden die je in je oog duwt om speciale krachten te krijgen. En in dat opzicht, hoe je dat ook meemaakt en hoe dat een beetje uitgefaseerd is. Het voelt heel erg aan als de plasmids van Bioshock. En in dat opzicht lijkt het echt heel erg alsof Arkane toch een beetje probeert te onderstrepen. van hé, hey, we, we proberen een, een, een nieuwe Bioshock te maken. gezien Bioshock nu dood is. Dus. I don't know. kan aan mij liggen, het voelt voor mij wel zo. Over die visuele vibe gesproken, uh, ik moet sowieso zeggen dat uh, Predator fantastisch uitziet in mijn oog. Uh, de, de beelden die je nu ziet zijn van een ja, pretty much best wel lijpe high-end pc gemaakt. Uh, het, het zag er goed uit. Het liep bij mij goed: 60 frames per seconde. Af en toe zijn er nog wel wat dipjes in de, in de prestaties, in de optimalisatie. Maar goed, ik denk dat, dat dat moet zeker goed komen in de komende tijd. Want ja, 5 mei, het is nog wel een eindje ver weg. Uh, Arcane Studios heeft met Dishonored natuurlijk, vooral Dishonored 2, dan niet heel veel furoren gemaakt op het gebied van PC-optimalisatie. Maar zoals ik het nu zag in deze speelsessie. Lijkt prima, kijk die dipjes die kunnen er altijd nog uitgewerkt worden. Dus in, in dat opzicht ben ik zeker hoopvol over de prestaties, op PC in ieder geval. En ik ga er ook vanuit dat het op Xbox One en Playstation 4 hetzelfde verhaal is. En al met al is dat ongeveer hoe ik nu zou beschrijven wat Prey is. Um, mind you, die game moet pas 5 mei 2017 verschijnen. Uh, dus dit is in, in geen zin een conclusie over wat het precies is. Maar vooral wat het zou kunnen zijn en hoe het voor mij voelde. Wil je daar meer over weten? Check dan vooral gamersnet.nl voor de videopreview van het uh, pre uh, Dezelfde speelsessie. Dus waarschijnlijk ga je dezelfde beelden er een beetje in terugzien. Maar goed, we hebben een uitgebreide videopreview ervan gedaan. En uiteraard staat er natuurlijk ook nog een geschreven preview. Dat is met letters en zo. Dat is niet meer van deze tijd. Maar nou, we doen het nog steeds. Dus dat kun je ook lezen als je meer interesse hebt in pre. Zeker klik even door. Links staan zeker ook in de beschrijving. En eventueel ook in beeld. Af en toe kun je die dingen in beeld laten verschijnen. Ja, klik erop. Dat is in ieder geval wat ik je aanraad. En dan rest mij niks anders dan je te bedanken voor het bekijken van deze video. Laat me weten wat je ervan vond en of het leerzaam was of niet. Ik, ik hoor graag feedback over dit soort video's. En hopelijk zien we jullie allemaal snel weer terug op Gamersnet.nl, op YouTube, op Instagram, op Twitch. Het maakt me allemaal niet uit. We zijn overal te vinden. Dus zoek ons lekker op. Praat mee over Prey of welke andere game dan ook. We hebben genoeg video's en content en gezelligheid. Kom een keer langs. Tot snel. Ik was Tom voor Gamersnet.nl. De bal.